Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer en ook de laatste aflevering van de Road to Life Diamond SN6. In deze serie moest ik natuurlijk mijn SN6 Diamond halen en dat hebben we in alle vorige afleveringen gedaan. Maar op dit moment hebben wij de SN6 Diamond. Dus we gaan vandaag de allerlaatste aflevering proberen goed af te sluiten. En we gaan kijken hoe de SN6 camo eruit ziet. Dus ik ben heel erg benieuwd. Als het goed is, ziet er echt gewoon kapot sexy uit. Want Diamond is gewoon sexy. Maar hopelijk ziet er sexy uit. Oké. Oh, dit ding ziet er hard uit. Oeh la 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 la. Oké, we gaan kijken of wij natuurlijk een mooie score kunnen gaan neerzetten. Vonden jullie deze zin al leuk? Ramda natuurlijk sowieso... Ik wist het. Ramda natuurlijk sowieso kijkt op de like, dat helpt mij enorm. En mocht je nou weer een nieuwe serie willen zien op Advanced Warfare, laat dan jouw serie idee weten in de comments. Wie weet pak ik jouw serie eruit. Wie weet ga ik dan jouw serie proberen te voltooien in een volgende serie. En ja, weet je, dan gaan we dat gewoon proberen, hè. Dan gaan we dat gewoon proberen. Dus laat weten in de comments, jongens, als je een heel leuk, awesome, cool, idee hebt. Komt er nog een aan? Ik ren even weg, want er zit er daar nog een namelijk. Wow, what the fuck, hé. Hou je mond eens. Shut the fuck up, man. Shut the fuck up. Oh, nee. Teammate. Er zit er nog een. Yo, hebben jullie ze? Oké, jullie hebben ze dus niet. Oké, jullie hebben ze nu wel. En zit er ook nog een in mijn rug. Kut, sorry, ik was aan het reloaden. Ik heb een care package, jongens. Dit wapen bij de SN6, nu ik hem gewoon veel afleveringen heb gebruikt, was best nog wel een beestwapen. Toen ik hem begon te gebruiken, dacht ik van, wat een kutwapen, man. En het is ook wel een kutwapen, want er zijn natuurlijk gewoon vele betere wapens in Advanced Warfare. Maar zo slecht, alsof waarvan ik dacht dat hij was, is hij nog niet. Dus dat is natuurlijk wel een goed pluspunt. Hij is sterker dan ik eerst had verwacht. Alleen ja, weet je wat het punt een beetje is in Advanced Warfare? Er zijn gewoon drie wapens die iedereen gebruikt. Dat is de ASM1. Die blijft iedereen gebruiken, ook als een maximum slapper. Dat is natuurlijk de Bal 27 en de AK. Dat zijn de enige drie wapens die iedereen zo'n beetje gebruikt. En dan lopen er soms wel wat mensen rond met andere guns. Alleen, het is gewoon zo dat als je met een slappere gun rondrent, dan kun je natuurlijk automatisch, auw, ook sneller doodgaat. En dat wil jij niet hebben. Ik heb een warp uit mijn carepacks gekregen, dus ik ga even kijken of ik hier een beetje iets mee kan doen. Zo, dat is één. Nou, wil er nog iemand dood? Ik weet niet waar jullie allemaal zitten, jongens. Ah, wat een pussies, man. Ze zijn bang voor mijn warbird. Oh, dat zag wel kakken, jongen. Exiting range, nee, dat wil ik niet. Niet meer killen, dank je. Nee, ik wil de race niet uit. Ga weg, ga terug. Kom dan. Oh, kut zo. Nou, dat was een goede warbird, hoor. Perfect. Die dingen, die moet je nooit zelf besturen, even voor duidelijkheid. Als je een warbird wil gebruiken, zorg er dan altijd voor dat de computer hem bestuurt. Nu had ik hem uit de carepacks gekregen, dus kon ik het zelf niet aanzetten. Maar dat maakt dat ding zoveel sterker, jongen. Zelf besturen heb je helemaal niks aan, namelijk. Zit er een links van me, maar er zit er ook een achter hem. What the fuck deed die vent? Zie ik het komt volgens mij een achterman, of niet? Hoor ik het nou verkeerd? Hallo? Ja? Oké, ik hoor het verkeerd. Oké, dan gaan we weer de andere kant op. Zo blijven we lekker in beweging, toch? Wajo, er zit er nog één achter mij. Dankjewel, teammate. Thank you. Oké, ik denk dat ze hier weer gaan spannen, dus het is weer even... Terugroteren. Ah, er zat er eentje rechts. Ah, ik keek alleen links. Kutzooi. Allebei de kant op kijken, jongens. Dat heb je ook geleerd bij je fietsexamen. Oh, dat ding heb ik lang geleden gedaan, joh. Dat was zo makkelijk. Ik wist eerst niet. Wat die borden betekende met een pijl erop. En dat je er zeg maar één richting op mag, weet je wel. Dus een pijl naar links, een pijl naar rechts. Dus ik wist niet wat het bord betekende met mijn fietsexamen. Dus ik dacht, weet je wat? Ik fiets toch altijd fucking snel. Want op een of andere manier fiets ik altijd snel. En ik fiets dus, je start om de 2 minuten of zo, met zo'n fietsexamen. Dus ik fietste zo snel dat ik diegene voor me inhaalde. Toen ging ik gewoon achter hem aan fietsen. En toen hoefde ik zelf nergens meer op te letten. Dus eigenlijk heb ik gewoon gecheat met mijn fietsexamen.
Maar stil jongens, niet doorvertellen. Misschien nemen ze mijn fietsexamen diploma wel in. Je weet het maar nooit, hè? Zo, we gaan even beesten, hè? Zo! Zo! Dat ging wel even heel erg goed, holy shit. Dan gingen we even beesten, jongens, terwijl ik over mijn fietsexamen aan het praten was. Ik heb zelfs nog een care package, joh. Nou, dat is één, wat zit hierin? Een tram turret. Oh, dat ding is leuk, man. Tram turret is echt leuk om te gebruiken. Wat zit hierin? Oh, nog een Warbird. Ah. Ik heb ook helemaal geen zin om die dingen in te roepen, man. Ik wil van mijn Diamond Camo genieten, ja. Scheid aan die streaks. Ik wil van mijn Diamond Camo genieten. Zo, jongen. Dit wapen schiet wel echt lekker, hoor. Ik zal zo meteen aan het einde van het potje ook mijn clash laten zien. Dan kunnen jullie hem overnemen als je dat wil. Hebben jullie de kill hier al? Ja? Oké, dan ben ik hier weg. Oh, ik hoor hem te laat, man. Oké, roep nog even die Warbird in. Oh, kijk, die bestuurt de computer. Oké, chill. Nou, misschien maakt hij nog een kill, hoor. Je weet het maar nooit. Nee, hij maakt geen kill meer. Lekker potje gespeeld, jongens. Prachtige diamond camo. Ik vind hem er echt sexy uit. En ik heb een elite wapen, dus er zit een beetje hout bij. Dan diamond op het wapen zelf. 32 om 7 als eindscore. Ik vind het een mooi wapentje geworden in ieder geval. En je ziet het, iedereen gebruikt de ASM heen. Ook weer de killcam natuurlijk ermee. Maar ik zal even mijn clash laten zien voor de mensen die willen overnemen. Die ook met dit wapen willen spelen. Want wat mij betreft is dit wel een van de chillste clashes die je ervoor kan pakken. Je kan natuurlijk ook hier en daar wat veranderen. Dat is altijd aan jezelf. Maar als we even kijken. Als ik even kan leaven. Mag dat? Mag ik leaven? Ja? Oké, dankjewel. Nou, dus dit mijn clash zoals je kan zien. Ik heb... sowieso de SN6 The Third aanstaan. Dat is een elite versie van de SN6. En ik heb wel meer elite versie van. Maar deze, ja, dat is leuk. Maar ja, heb je niet zoveel aan. En een normale, nou ja, je hebt natuurlijk liever met een extra damage en een extra range. Dus dat had ik als elite versie ervan. Dan heb ik Rapid Fire erin opstaan. Waardoor je natuurlijk sneller kan schieten. Advanced Rifling, zodat je range nog hoger wordt. En natuurlijk Foregrip, zodat je minder recoil hebt. Dan heb ik natuurlijk altijd Low Profile aanstaan. Want Low Profile, ja, weet je, op een of andere manier gebruik dat ding altijd. Ik weet niet waarom. Maar ja, het zal wel. Ik heb Perry aanstaan. Voor natuurlijk de map die groter wordt. En ik heb Toughness en Scavenger aanstaan. Je kan er ook voor kiezen om in plaats van Scavenger Blessed Presser aan te zetten. Alleen, daar heb je natuurlijk niet zoveel ammo. Dus ik heb liever Scavenger dan Blessed Presser in verband met mijn ammo. Want ik heb het liefst gewoon zoveel mogelijk ammo, zodat ik er niet op hoef te letten. En dan heb ik als scores ik gewoon de UAV Orbital Care Packs aanstaan. Gewoon, ja, weet ik eigenlijk niet. Scorstings mag je zelf weten. Dat is natuurlijk wat je zelf aan wil hebben. Maar dit is in ieder geval mijn clash. Dit was ook de Road to Life Diamond SN6. We hebben de Diamond Camo voltooid. We hebben hem gehaald. We hebben hem uitgetest. En we hebben bijna alle camos. Behalve de camos die we moeten kopen. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze hele serie. Mocht je nou nog een serie ideetje hebben. Laat me dan natuurlijk weten in de comments. Want wie weet pak ik jouw serie idee eruit. En probeer ik die te voltooien. Dus bedankt voor het kijken. En dan zeg ik tot de volgende keer weer mensen. Bye bye.